we gonna off the boat? Wie is nou klaar om op de boot te gaan? Wie zullen mij de boot naar Malmö? Wie haar incheckt en boot. Al? Ja, boot. Wie weet eigenlijk al net welke boot het is, maar goed, dat is wel. Juster hebben we de hele dag eigenlijk gewoon het rieden best. Daar sjoes dus nog even wat materiaal van. Nou, dat vind je natuurlijk prachtig mooi. Nou ben we dus... Zweden. Vertel me. Wij Zweden. Een hele grote meisje die hier op het boot stappen. Net alleen naar Malmö, maar ik naar Helsinki en naar andere steden. We binnen nu in Malmö en daar binnen we nu in het weekend. Op dit stuk zijn we in het Koningspark. Kungsparken, ik weet het heel goed hoe je dat uitspreekt. Hier maak ik het kasteel van Malmö staan. Het Malmöhuis heet dat. Daar zijn we aan het even zien hoe leuk het is. De band ben op dit stuk in een speeltuintje. Het is nu miaas om een, al meen ik dat het weer. Temperatuur nu is nog heerlijk en de omgeving is prachtig. We zullen wel even zien hoe het komt. Jo, doei! Yes!
binnen Joet al onkam op dij Fjouwer. Juster hebben we de hele dij aan het reizen geweest en hebben we de tent opzet. Nou, dat was een heel karwei. Dat is lukt. En aan het einde van de dij waren we ik goed warrig. Maar goed, histiet. Dus daar ben ik heel wies mee. Joet hebben we eigenlijk net zo hele volle dien, behalve dan dat we van Janne naar de winkelswest hebben, want wie haar nieuwe luchtbedden ophellen. Janko en ik hier een luchtbed voor 2 personen, maar dat wie echt niet doen. Dus nu hebben we elk ons eigen luchtbedje hebben ophellen. En wie hoop je dus dat we vannacht nou wel een hele goede nacht hebben. Want de andere nacht, dat we sowieso, of zeker voor mij mag ik zeggen, dat we geen goede nacht. Dus ik hoop je dat dat nou een goede nacht wordt. Nou, nu ben we gewoon wel heel relaxed. Ben als we krijgen lekker aan het zwemwest in de zee. En het lijkt het een merken. En daarom steeds ik de hele tijd een merken. Maar het is eigenlijk gewoon de zee. Dus dat is wel heel leuk. Wie hij je trouwens wel echt een prachtplak. Want dit is uitzicht. En we zitten hier mooi onder de bjem. Dus we zitten net vol in de zin. Ah, daar komt vader ik hoor. Maar wie samen met het golven? Nou, wie kan nou een keer met het golven? Nou. Nee, nou net. Oh. Wil je nog even wat zeggen? Nee. Oké. Okay. Met het golven. Oké. Okay. Oh, verdriet. Het is Joet Sneen. Wie hij Joet eigenlijk net zijn hele volle dien. Zoals de Aran en Daan gaan we net zijn hele volle dien. Maar daar wien ik wel even noemt daar. Nou goed, het is dus nou zoals dat ik wil jaren. Misschien kist dat ik wil jaren onder krekels. Het is dus Jonne. En de band die lezen nou op bed. Of tenminste dat wil zeggen vader leidt op bed. En Amarins die komt er om. Die is er nog een kleermeidje. En morgen zullen we naar het Pippi Langkous Park. Of het is eigenlijk het Astrid Lindgren Park. En zullen we eens even zien hoe het daar is. Ik verneem nou, er ben nou een hele grote neefjes om je heen. En die prikken me ik.
Dus daar is je tweede natuurlijk, ik word onbekend om de muggen, de steekmuggen. En dat verneemt je nou, ik wil. We hadden dus een hele grote anti-mug en prikweg hebben we nu gekocht. Nou goed, dan zullen we wel even. Ja, hey, doei! Heb je hem nog zin in wat dan? Ja. Wil je hem nog wat hot dogs aan? Ja. En dan smeten we de pannen, hoor. Zullen we dat maar? Ja. Een beetje koffie?